schaduw en wazigheid verlaten. Maar ik kon het uur van de avond niet plaatsen. Het is duister, maar toch zie ik draden naar gaten. Een trap, daarvoor moet ik door kabels geraken. Een raadsel, links staat een tafel en raak ik naar de trap die een hoek lijkt te maken. Ervaar ik de wind door de vensters, gerafel, gekrakel. Ik zie en hoor een deur open zwaaien en gestamel. Kaars zegt uit de kamer en boven, daar loopt er iemand naar het tweede, bezopen maar bodig. Inmiddels ben ik de trap opgekropen en geslopen. Mag hopen dat er niemand mij kan overkomen. De kaars in de kamer is gedoofd en dus loop ik op de overloop en dan hoor ik de woorden. Wat als handelingen blijven spoken in hoofden, of dat spoken daden zijn die het mooie verstoren. Zeggen ze, dat is geen problemen genezen. Help echt, zeggen ze, dan heb je tegendeel bewezen. Je moet blijven, we gaan het verleden bespreken. De moed stijgend, stoer kijken, confronteren. De geest, ik ga naar tweede. Even vrees ik de omgeving. In een kamer staat iets geschreven, ik lees het. Kan het niet vatten, des te hevig te wenen. Maar de pracht van de spreuk is bij deze verdwenen. Een drill door de muur en de uren worden statisch. Verstaat niet miniaturen van bune. Iets van scheur weg van verzuurde culturen. Vertrouwde kennis niet van gehuurde figuren. Wat als handelingen blijven spoken in hoofden. Of dat spoken daden zijn die het mooie verstoren. Of dat oplossingen kunnen komen uit dromen. En of ik nederig in de sporen mag lopen. Ver weg in de tijden, beperkt van het lijden. Staat de kaars die zal helpen de test te begrijpen. Beweeg naar de bron van de beste bewijzen. Volg het onbekend pad de weg van de heide. Ver weg in de tijden, beperkt van het lijden. Staat de kaars die zal helpen de test te